Nou, opa is aan de beurt. Het is volgens mij een uur of 11. Donderdag. Ilja die haalt andere engel op. Even voor de zekerheid. Ik moet nog sluiten. Dat in ieder geval goed gaat. Kijk voor het stokje. Ja. Je ziet het. Het is precies op het plekje wat dat krap is. Maar als ik naar. Hij vecht behoorlijk hoor. De hengeltop kijkt. Gaan we nog goed. Ja, je ziet dat. Zo'n vis het niet allemaal zomaar overgeeft. Hè? Het is ook een end. Dus we komen helemaal van die twee bomen vandaan, daar aan de overkant. Dus ja, dan moet je wel eventjes vechten. Kijk, het verbeterde gezicht van een visser. Is natuurlijk geweldig, zo'n gevecht. We zijn een eind weg, jongens. Ik laat hem eventjes de film onderbreken. Dan gaan we zo weer verder. Als jij het in het water duikt, dan schuif ik hem er wel in. Spiegel, zak hem maar met het schepnet, heel. Nou, daar gaat hij, mannen. Even kijken. Oei, oei, oei. Dat is mooi. Ik heb het gevoel dat ik helemaal niet door de slip wil. Nee. Klein beetje voor de zekerheid, hè? Ja, ja. Het moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Maar ze heeft eigenlijk daar vanzelf over. Je kan ook een stukje naar achter lopen, hè, pa? De hengel is lang zat, dan heb je een beetje ruimte. Rechter de stokjes aan links van je. Stap maar achteruit. Stap maar achteruit. Ja. Dan hebben we hem, mannen. Nou moet Ilja een zware vis optillen. Oh, mooi beestje, pik. Dat zijn ze. Oh, eigenlijk is het. Nou, mannen. Keurig gedaan. Mijn complimenten. Spiegeltje. Vind je er zelf van, pik? Ja, prachtige vis. Mooi.